Onze volgende gast kent u hier van mijn tv. Ah ja, van het Eenzame Hartenbureau. Het is professor Rick Torfs. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik beginnen met een rare vraag? Zeker. Sint Valentijn, wie was dat? Goh, dat is een overleden heilige. Ik heb me daar eigenlijk nooit veel vragen over gesteld. Ah, oké. Maar wel een vriendelijke naar het schijnt. Een promotor van kortstondige liefdes, zoiets. Ja. Had u er al mee te maken? Soms zie ik daar foto's van. Dinsdag dus, Valentijn. Ja, we vragen aan elke artiest of gast die er is vandaag. Wat ga je doen met Valentijn? Heb jij speciale plannen? Ik was eigenlijk van plan om die morgen gewoon op te staan. En dan te zien wat de dag brengt. Ik heb ik moet zelfs een aantal lessen geven aan mijn Engelstalige studenten. En ik ga zien waar we dan eindigen. Maar ik ga zeker niet met een van mijn vrouwelijke studenten het liefdespad op. Dat is enorm gevaarlijk. Mag je nooit doen. Oké, dat is duidelijk. U hebt een boek bij. Een nieuw boek. Het hoeveelste? Wel, ook dat weet ik niet. Ik denk ongeveer het 15e, maar ik heb er wetenschappelijke geschreven. Maar ook boeken zoals dit. En dat heet Tijdgeest. En over de inhoud kan ik voorlopig niet veel zeggen, maar de kaft is prachtig. Maar we gaan zeker over de inhoud babbelen, hè? Ja, het zal wel zijn. Ja. Tijdgeest, dat op zich is al een redelijk moeilijk woord. Wat bedoel je daarmee? Wel, veel mensen zeggen vandaag, wat is dat toch allemaal? De wereld wordt zot en zo meer. Dat hoor je vaak zeggen. En ik denk dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Ik denk dat het belangrijk is om goed te bekijken hoe onze tijd eruit ziet. Wat typisch is aan onze tijd. Welke dingen daarin opvallen en anders zijn dan bijvoorbeeld 10, 20, 30, 40, 50 jaar geleden. En als je weet hoe de tijd eruit ziet, dan wordt het ook makkelijker om daarin gelukkig te zijn. Dus daar komt het op neer. Ik probeer de tijd te beschrijven. Aan de hand ook van veel verhalen, anekdotes die het boek ook verteerbaar maken voor een groot publiek. Mm-hmm. Ik eindig dan met een aantal tips om in onze tijd te genieten van de tijdgeest. Om daar niet zot van te worden, maar om er toch ook plezier in te hebben. En misschien niet te serieus te nemen. Ja, misschien straks een paar van die tips, maar misschien toch een vraag. Hoe jong bent u? 66. 66. Is die tijdgeest veel veranderd? Vele keren bedoel ik dan. En was u daar bewust van, het is hier nu veranderd? Wel, dat is eigenlijk de grote vraag. Hè. Je voelt nooit heel scherp aan wat je eigen tijdgeest is. Je merkt dat altijd een paar jaar later. Hè. Wij kunnen vandaag makkelijker spreken over de jaren 30 tussen de twee wereldoorlogen. Of de jaren 50, ook al lang genoeg geleden. Maar wat we zelf hebben meegemaakt is altijd wat moeilijker om uit te leggen. Nu, 66 jaar ben ik, dat betekent toch al genoeg meegemaakt en nog niet te oud om helemaal seniel te zijn, dus juist genoeg om de dingen wat te overschouwen. En ja, ik heb heel wat verschillen gezien, dat moet ik echt zeggen. Bijvoorbeeld toen ik een kind was, in de jaren 60 bijvoorbeeld, ja, leefden wij nog in een vrij streng katholiek Vlaanderen met een aantal dingen die helemaal niet mochten. Echtscheiding bijvoorbeeld was uit een boze, homohuwelijken uiteraard waren nog helemaal niet en zo meer. En dan is er meer vrijheid gekomen. In de jaren 60, 70, ook na de val van het communisme in de Sovjet-Unie, in de jaren 90 en zo meer. En ik denk dat we de laatste jaren weer strenger worden. Dus dat er toch weer dat er weer meer nieuwe taboes opkomen, nu de oude zijn verdwenen. Geef ze een voorbeeld? Wel, een typisch voorbeeld lijkt mij mentale gezondheid. Mm-hmm. Dat is iets waar vandaag heel veel over gesproken wordt. En het is erg moeilijk om daar zelfs maar vragen bij te stellen. Wanneer je bijvoorbeeld zegt, er is toch wel een verschil tussen een dipje en een zware depressie en zo, zijn er al direct mensen die zeggen, ja, maar je weet niet hoe lastig het allemaal is. Dat is een van de onderwerpen die wat moeilijk zijn. Een ander is het slachtofferschap. En dus slachtoffers zijn vandaag bijna per definitie sympathieke personen. Terwijl dat niet het geval hoeft te zijn. Je kunt vriendelijke slachtoffers hebben en ook onvriendelijke die de pech hebben om slachtoffer te zijn, maar daarom geen halve heilige zijn. Mm-hmm. Toevallig las ik deze week nog in de krant de stippenactie, dus de antipesten in feite. Ja. Dat degene met de stippen die het zwaarst aan het dansen zijn, misschien wel de pesters zijn. Zij een directeur.
Ja, dat verwondert mij helemaal niet. Maar dat is een verschijnsel dat je wel vaker hebt. Hè. Zoals bijvoorbeeld sommige pyromanen ook brandweerman worden en zo meer. En dan een brand bestrijden die ze misschien zelf hebben aangestoken. En dat heb je natuurlijk ook. Je moet wel door de façade zien. En dat is natuurlijk ook een probleem in onze tijd. Wij worden geacht weer heel braaf te zijn. Deugdzaam, vriendelijk, tegen pesten en zo meer. Maar hoe braver we moeten zijn, hoe makkelijker we ook schijnheilig worden. Want dan is er soms toch wel een kloof tussen hoe we zouden moeten zijn en hoe we in werkelijkheid eigenlijk zijn. Dus dat is typisch ook. Hoe strenger de regels in een samenleving, hoe meer hypocrieten. Zo had je ooit in Engeland, al lang geleden, in de tijd van koningin Victoria, moest iedereen super preuts zijn en de huwelijkstrouw was erg belangrijk en zo verder. Maar tegelijk waren er nooit meer bordelen dan toen. Mm-hmm. Waarom? Als je heel deugdzaam moet zijn, heb je de neiging om op twee verschillende niveaus te spelen. Even laten incijpelen, professor. Professor Rick Torfs heeft een nieuw boek uit. Een week uit, dacht ik, hè? Tijdgeest. En u bent heel tevreden. Ik ben heel tevreden, omdat het na minder dan een week al aan een tweede druk toe was. Ook de uitgever was daar wat verbaasd over. Maar waarschijnlijk komt dat omdat veel mensen eigenlijk toch wel wat meer willen weten van de tijd waarin ze leven. En dus, het verkoopt enorm goed. Ook al omdat het voor een heel breed publiek is geschreven. Dus dat is een van de redenen wellicht. Ja. Ik heb zelf 3 kinderen. We hebben corona achter de rug. Die periode dat niet mogen uitgaan en dit en dat. De oorlog. Van alles en nog wat op hun pad. Hoe belangrijk is het dat zij op vandaag perspectief krijgen? Wel, ik denk dat dat van heel groot belang is. Hè. Dus er zijn natuurlijk allerlei dingen waarvan je kunt zeggen het loopt niet op wieltjes. Zoals inderdaad oorlogen, pandemieën, ook energieprijzen. Zorg die mensen hebben over van alles, over het klimaat en zo meer. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om uiteindelijk toch optimistisch te blijven. Dus je moet wel zeggen, kijk, je moet misschien inspanningen doen om met tegenslagen om te gaan. Het is een iets minder makkelijke tijd, denk ik, dan 10 of 20 jaar geleden. Maar uiteindelijk denk ik dat we alleen met een soort optimisme, dat niet naïef hoeft te zijn, maar met een echt optimisme vooruit kunnen. Dus dat is ook een van de bedoelingen van dit boek. Laat u niet uit het veld slaan door de negatieve berichten, maar probeer zelf met deze tijd om te gaan, ook al zijn er schaduwzijden aan verbonden. Niet alles hoeft perfect te zijn. Dat is ook een belangrijk punt. De wereld zal nooit volmaakt worden. En als hij volmaakt wordt, wordt hij weer gevaarlijk. Want dan heb je wellicht allerlei autoritaire leiders of andere figuren die zeggen hoe je moet leven. En dan wordt het pas heel moeilijk voor de mensen. Dus u maakt zich weinig zorgen over de toekomst? Ik maak me daar geen grote zorgen over. Maar natuurlijk, je moet wel, denk ik, een soort houding in je leven hebben die je kan helpen om optimistisch naar die toekomst te kijken. En ik heb daar bijvoorbeeld een voorbeeld, zou dit kunnen zijn. Ooit las ik een verhaal over een Nederlander die correspondent werd in Rome voor een Nederlandse krant. Mm-hmm. En die moest dan plotseling met zijn auto in Rome rondrijden. En natuurlijk, Italianen zijn heel goede chauffeurs, maar die straten zijn net niet zo goed afgebakend als in Nederland, met keurige verkeersborden en lichten. En die Nederlander reed daar rond en dacht, ik moet hier 8 ogen hebben. Het is hier ongelooflijk gevaarlijk op de rotondes. Er zijn een reeks auto's achter mij, dan komen er van opzij, dan vooraan. Hoe moet hij dat aanpakken? Tot hij plotseling besefte, het is eigenlijk veel makkelijker. Degene die achter mij zijn, dat is eigenlijk het verleden. Die moeten het zelf maar oplossen. Degenen die van de zijkanten komen, uiteindelijk als ze mij rammen, is het hun fout. Dat is de huidige tijd. Maar laten we gewoon vooruit kijken. Laat ik zelf proberen aandachtig te zijn en dan heb ik aan 2 ogen genoeg om nergens tegenaan te botsen. En dat vind ik bijvoorbeeld een heel goede manier om met de huidige tijd om te gaan. Geen nostalgie naar het verleden, dat is voorbij een keer nooit meer terug. Ook geen dwangmatig gericht zijn op wat anderen allemaal doen en hoe we volgens anderen zouden moeten leven, ook dat is helemaal niet noodzakelijk. Maar ga gewoon uw eigen weg. Kijk goed uit uw ogen en ga uw eigen weg. Dat kan al heel erg helpen. En hoe andere mensen dan naar u kijken, trek u daar iets van aan, maar niet te veel. Mm-hmm, mooie woorden. Hoe hou jij de vinger aan de pols bij alle lagen van de maatschappij om die tijdgeest net door te hebben?
Wel, om te beginnen geef ik veel lezingen. En echt voor mensen van allerlei pluimage. Dat kan gaan van, laten we zeggen, varkensboeren tot godsdienstleraars, tot onderwijzers en zo verder. En verder heb ik ook heel veel sympathie voor het Vlaamse caféleven. Ik ben nog iemand die zo graag op café is in gesprek treedt met iemand. Sommige mensen spreken mij ook aan op café en vertellen dan over de coronatijd of dat ze mij in 1996 ooit eens gezien of gehoord hebben. En dan een laatste punt is natuurlijk sociale media, waar mensen soms heel hard uit de hoek komen, dat weten we allemaal. Maar dat is toch interessant, want diezelfde mensen zouden in je gezicht wellicht nooit zeggen wat ze daar zeggen, maar het is toch ook wel een uitlaatklep van hoe ze denken. En het mooie van de sociale media is dat wanneer mensen elkaar daar uitschelden, dat ze dan tenminste hun partner niet aan het aftroeven zijn. Dus in die zin is het een mooie manier om aan vreedheden te ontsnappen. U zou nog een paar tips geven. Wel, een van de tips is ook, probeer je zin voor humor te ontwikkelen. En zin voor humor heeft een enorm voordeel, namelijk, het betekent dat je een stap achteruit zet. Wanneer je dus met humor naar iets kijkt, wordt de wereld groter. Ik kan daar een simpel voorbeeld van geven. Stel een soort vergadering of zo. Het kan ook een kaartersclub zijn. En het gaat er vreedzaam aan toe. En plotseling staan twee mensen in een paar zinnen tegenover elkaar. Ze vallen elkaar aan, de ene vindt de andere niet meer oké. En voor je het weet zitten die twee mensen helemaal in een tunnel. En dan is de enige mogelijkheid om daar nog echt uit te geraken, zonder dat de twee elkaar naar het leven staan, is een vorm van humor. Want dan wordt het allemaal wel relatiever. En als ze allebei kunnen lachen, dan komen ze nog uit. Worden ze allebei boos, dan dreigt het slaande ruzie te worden. Dus humor vind ik zeker een van de mogelijkheden. Een andere tip is gewoon, relativeer uzelf. Wij zijn voorbijgangers op deze wereld. Niet het centrum van het universum. Dat zou verschrikkelijk zijn voor het universum, maar ook voor onszelf. We moeten niet zo erg bezig zijn met ons eigen imago en zo verder. Als we gewoon passanten zijn, dat is al meer dan genoeg. Er is zo'n passage van Matthäus, om dan toch iets religieus te zeggen. Het zit ook in je boek verweven. Ja, en dat de linkerhand niet moet weten wat de rechterhand doet en zo. Maar het goede daarvan is dan dat je zelf niet, want als de ene niet weet, de ene hand weet niet wat de andere doet, dat betekent dus dat je niet met je imago bezig bent. En dat is fantastisch. Je zult meer geapprecieerd worden wanneer je minder ijdel bent en minder bezig bent met hoe anderen je allemaal bekijken. Heb je dat ook moeten leren? Ergens wel. Ik denk dat je met het ouder worden wel leert om veel te relativeren. Alhoewel, dat is ook een gevaar, want dat beschrijf ik ook in mijn boek. Sommige mensen denken altijd dat als ze ouder worden, ze automatisch ook wijzer worden. Maar dat is niet altijd het geval. Je kunt ouder worden en minder wijs. En ook minder deugdzaam. Waarom bijvoorbeeld gaan mensen van 80 jaar geen juwelierszaak meer overvallen? Niet omdat ze deugdzamer zijn geworden, maar omdat ze de energie niet meer hebben om dat te doen. Dus let altijd op met jezelf een goed mens te noemen. Top. Hele mooie woorden. Rick Tors, bedankt voor je komst. Succes met het boek Tijdgeest, tweede druk al. Ja, dankjewel. Het was heel fijn om hier in deze mooie studio weer eens te mogen komen. Toppie, dankjewel.